And it's my A-day. Dat je nooit een vriendinnetje neemt. De humor die wij hebben, bijvoorbeeld ook met New Kids, die grofheid, die zit nog steeds in de film. Alleen speelt zich nu af in een realiteit die veel, veel realistischer is. Waardoor die grappen eigenlijk harder aankomen. Dus het is eigenlijk toffer, vind ik. Het is gewoon een fucked up romantische comedy. Met hele grove, toffe, harde grappen. Met echt de gekke cabaretiers erin die je nou niet samen eerder hebt gezien. Ja, ik ben gewoon een beetje verliefd op de film. Ik heb zo hard gelachen. En zelfs een heel klein beetje gehuild. Ontroerd was ik. Niet gehuild, maar ontroerd. Ja, het is gewoon een hele goede film. Het is een romantische comedy van deze makers. Nou, dat vond ik al meteen leuk, want dat past natuurlijk helemaal niet. Het gaat ook wel over liefde. Het gaat ook over oprechte dingen. En verder gaat het om dat er ontzettend veel gelachen kan worden. Met rijk idiote situaties. De telefoonnummer? Ik heb een nummer, bitch! Ja, ze stuurde mij het script en ze vroeg of ik over die rol na wilde denken. En ik zat er eigenlijk met een hele open blik voor dat script en ik moest alleen maar heel hard lachen. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Het is niet zo dat ik echt dacht, ik moet een comedy nu gaan doen of zo in mijn carrière. Maar het is meer dat het op mijn pad kwam en dat ik dacht, ja, weet je, ik moet heel erg lachen. Volgens mij wordt dit heel leuk om te spelen en met de mensen ook, om mee te werken. Dus daar had ik wel vertrouwen in. Ik vond het heel leuk om gewoon met die comedians te spelen. Die de hele dag grappen vertellen. Dat is echt geniaal. En met Sylvie Hoeks natuurlijk. Dat is gewoon iets wat je wil. Tom Kass zit erin. Weet je, allemaal super vette acteurs. En daar was ik ben ook wel trots op. Ja. Het is ook mijn eerste rol überhaupt. Hè? Dus ik heb nog nooit iets gedaan voor een camera. En het is me heel goed bevallen. Ik vond het heel gezellig om te doen. En heel veel lol gehad. En heel hard moeten werken ook. Nou, ik wilde sowieso heel erg graag meewerken omdat het Stefan en Flip zijn. En ik vind wat zij aan het doen zijn in de Nederlandse filmwereld vind ik eigenlijk zo ontzettend stoer. Om op deze manier op hun eigen, in zichzelf te blijven geloven en te maken wat zij willen maken. Die chick is dus echt fucking geil, jongen. Relatie, bitch. Ja, ik weet wat je denkt, maar ik ben er eigenlijk ook wel klaar mee, man. Nigga, what? Hey, Max. Hey. Je moet het niet zo zien als humor van New Kids, je moet zien als humor van Stefan en Flip. En wij hebben natuurlijk een bepaalde smaak qua grapjes. Dat is iets wat wij doen, wat we tof vinden. En dit is een heel ander soort film, maar zeker met onze trademark humor, zou ik maar zeggen, erin.